Johnson, goed verlengd. Becker. Becker. Aan schieten komt hij op deze manier niet toe. Dan maar via een omweg. En het zijn de vingertoppen van Birikiti die voorkomen dat de inzet van Immers er wellicht invliegt. Ambros had hem kunnen spelen, maar dan moet hij overzicht hebben. Dit duurt wat lang, maar het leidt wellicht alsnog tot een kans voor El Alouchi. El Alouchi, wat een geweldige goal! Nee, oh nee, hij zit er niet in. Hij zit er niet in. Ik had hem al genoteerd, maar die bal komt miraculeuzerwijze weer het veld in. En de herkansing komt dan vervolgens ook nog een keer tegen het houtwerk terecht. Missertje, maar wel hersteld door Garcia. Ambros, dat is de man die de meeste vrijheid geniet. Horsfield, die gaat het nu een keer zelf proberen. Horsfield met een beste uithaal en een noodzakelijke redding van Swinkels. Angelino en El Alouchi. En allemaal krijgen ze de gelegenheid om de bal aan te nemen. Ja, dit zijn situaties die Garcia wil liggen. Garcia, schitterend. Komt hier een goal uit? Nee! Ja, moet hij hem wel geven? Wie weet. Maar ik kan me voorstellen dat je na zo'n actie het zelf probeert. Dit is Garcia ten voet uit. Slippertje, EBWI, El Kayati. Immers deed het al eerder van afstand en raakte ook toen die bal vol. Dat doet hij nu opnieuw. Angelino. Verlengd door Renato, ingekopt door Ambros. Die kopt hem terug en dan tikt die bal. Althans, die gaat er bijna in via Koch. Maar die raakt hem niet vol. Die lijkt hem buitenkant voet een beetje te willen plaatsen in een reflex. En heeft de pech dat hij niet voldoende snelheid achter die bal krijgt. Een minuut bedraagt de extra speeltijd vooralsnog. Koch die nu moet verdedigen. En een blessure aan de kant van ADO Den Haag. Johnson ligt op de grond. Het oogde erg pijnlijk. Een ouderwetse bloedneus. En hij wil verhaal gaan halen bij de dader. Ik vermoed dat hij er beter aan doet. Om alvast richting de kleedkamer te gaan. Ja, hij loopt vol tegen het gezicht van Maria. Het levert dit resultaat op voor Johnson. De gebroken neus voor Johnson levert een basisplek op naar rust voor Valkenburg. Ja, de overstap van NAC naar Willem II is hem niet in dank afgenomen. Hij scoorde natuurlijk in die promotie-degradatieduels tussen Willem II en NAC. NAC promoveerde niet. En dat blijft in het voetbalgeheugen van menig NAC-supporter lang hangen. Ambros, de ruimte wordt voor een deel gecreëerd door Angelino. Ambros, prachtig gedaan. De herkansing is verkort en nu moet hij er wel in. Dan gaat er weer niet in. Korte voor de tweede keer in de derde poging gaat naast. Oi. NAC. Wat een mogelijkheden. Ambros, korte en verschuren. De lat boven het hoofd van Birikiti. Het eerste serieuze probleem voor NAC. Dient zich aan op ruim een kwartier voor tijd. En uitgerekend Valkenburg is de man die de bal met de binnenkant van de voet verlengt. En op de lat tikt. Bij de tweede paal Beugelsdijk. En die zit erin. En het zal toch niet zo zijn. En daar zou het 10 minuten voor tijd zomaar over kunnen uitdraaien. Dat ADO dat bijna een helft lang flink in de verdrukking zit. En ook nog vlak na rust een paar keer ontsnapt aan een tegengoal. Hier via een goal van een verdediger, namelijk Beugelsdijk. Kijk eens naar de vreugde. Hoe groot de opluchting is dat de ploeg naar zo'n beroerde competitiestart de weg naar boven lijkt te hebben gevonden. In ieder geval voor wat betreft de punten. Want dit zijn er weer drie. ADO Den Haag. Stapt vanavond Breda uit met 3 punten extra op zak.